It's anti-Israel propaganda. Yeah. Full of lies. Mooie beelden van je gemaakt, hoor. Wat een mooie film. Je moet van de spullen afblijven. Die stal. Meneer Jacob, wat hey, is wat aan gaat doen? Ik ben nu aan het opnemen. Ik doe ook. Dat wist ik al. Dat wat bent u aan het doen? Gewoon van Rotterdam. Nee, dat bent u niet. U bent aan het provoceren. We hebben de helft uit de camera gehad. Waarmee ben ik aan het provoceren? Om hier de helft uit uitdagend te gaan staan. U uitdagend bent... staan? Heeft u daar een formule voor in de wet? Wanneer is het dan uitdagend? Staat deze man uitdagend? Staat deze vrouw uitdagend? Meneer Jacob, ik ga het u uitleggen. Ik ga zo meteen overleggen met de officier van justitie. Schijnlijk. We hebben u net opgenomen. Dat gaan we voorleggen bij de officier van justitie. Goed zo. Blijkt op een gegeven moment dat uw gedrag dermate orde verstoord. Mijn gedrag? Ja, wacht, ik was aan het praten. Het zou fijn zijn als u me wat uitpraat. Ja, het zou fijn zijn dat er een heleboel dingen fijn kunnen zijn. Dan houdt u oproepen tot haat. Mag niet in Nederland. Wilt u dit verzamelen? Nee, ja, ik ga er niet op in. Ik leg het voor bij de officier van justitie. Ga ik er ook niet op in. Ja. Ja, we kennen het verhaal al jaren. Jaren. Kom zo bij u. Ja. Oké? The killers of Palestinian people standing here. I'm trying to substitute your brain. He's a killer. He's anti-Semite. They are anti-Semite. Why? Because they are not. Yeah, they brought the Bible and they said Palestine is for them, right? And the Bible says that Noah had three sons. One of them Shem, which Semitic people are from him. And Yafet in Europe, so they are Europeans. They are not from Shem. So they are liars. And the Bible says they are trying to get Satan. What is the aim of this? Like, what are you trying to read? To show the people the crimes of Zionists. Okay, but it's not for peace. It's not actually for peace. It's against Israel, aren't you? And it's not against. Well, it's exposing. Exposing is different. To expose the crimes of people, it's different. And people witnessing this is crime. The whole world watching this shit, killing these people. I think there's more story behind that. Sorry, there are? I think there's more story behind that. Yeah, Britain. Britain gives them Palestine. They have no rights. Nothing happens without a reason. This is horrible. War is horrible. Yeah, the reason is to control the world. They want to control the world. They want us to be slaves. If you are not Jewish or converted to Judaism, because he's converted, he's not real Jew. Well, so what? So everyone, what? You have the freedom to move and because, you have the freedom to because, believe in whatever you want. Let me tell you something. Jewish people, it's bloodline. When these people converting to Judaism, they can say, well, I'm Semite. But they are not. So what's the problem with that? What's the problem? He because they are killing people under this title. Well,
And they always he's not killing anyone, you are hating just us because he's Jewish. Because they keep telling us you hate us because we are Jews. But in fact they are killing more people under this title. They want to play the victim. Wat is iedere zondag proberen? Zeg je? Iedere zondag ga ik dat proberen. Ook al wordt er half lief bij. Ik ga gewoon niet. Heeft hij gezegd ik voorde je? Nee, hij zegt als ik probeerde mezelf te verdedigen erover en ik zei, hij zegt het is een manifestatie. Ik zeg nee, het is gewoon een vrijheid van meningsuiting. Ja. Ja. Oké. Ja, dus ik zeg gewoon dat hij ziet u niet dat ik in gesprek ben? Dan druk ik nu de camera aan. Ja. Dan praat ik nu tegen de heer Jacobs. Meneer Jacobs, we hebben contact gehad met onze teamleiding en met officier van justitie. Ja. Op het moment dat hij nog gedrag vertoont wat hij net heeft getoond, wordt hij gevorderd dan te verlaten. Het komt van openbare orde verstoring 2 APV. Doet hij dat niet, na 10 minuten wordt hij aangehouden. Ja. U bedreigt mij, maar u specificeert het gedrag niet. Welk gedrag is het? U zegt het gedrag wat ik heb getoond. Welk gedrag? Provocerend. Hoe heb ik geprovoceerd? Meneer Jacob, alles staat op camera. Hoe heb ik geprovoceerd? Weet u waarom u een provocatie noemt? Omdat ik Joods ben. Daarom noemt u het een provocatie. U kunt de pop op, meneer. En als u daar zometeen op staat, wordt u Weet je wat de blaadje is? Waarop de wet gebaseerd is, wegsturen. Dat is contraproductief. Waar is Anna? Ja, en hij zei, u bent een beetje voorzichtig. Nee, ik zeg nee. Israëli's die komen hier. Ik heb een meisje in Israëlische meisje in Kraan. Ja. Dat is het eerste wat we zien. Ja. En ik wil daar gewoon een balans in brengen. Ja. Maar dat wil het is anti-Semitic propaganda. It's all lies. Lies. Ja. All lies. This photo is from Syria. These maps are misleading. They pretend that that there was a country by the name of Palestine. There never was such a country, never, ever, 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 ever in history, with an independent government and their own currency and their own history. There never was a Palestinian land or a Palestinian people with their own kings. Never, ever, 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 ever. It was always a Jewish land, so okay. They are spreading lies about Jews, and it's called anti-Semitism. No, thank you. You're welcome. Vordert van u dat u op dit moment de Dam gaat verlaten. U heeft 10 minuten. Doet u dat niet, dan wordt u aangehouden voor de openbare ordeverstoring 2.2 APV. Dat verzint u uit uw tuin. U heeft nog 9 minuten en 55 seconden. U krijgt een klacht van je broek, jongeman. Graag. U zal wel mijn naam goed, maar we zien elkaar zo meteen bij de aanhouding. Ja. Ik krijg een klacht aan je broek, jongeman. Graag, stel wel mijn naam goed, maar we zien elkaar zo meteen bij de aanhouding. Juist. In mijn leven laat toch niet. Ik ben schaam, en ik straat die, dat zet er antisemitisch aan hem. Proberen via dreigen te bereiken wat ze niet volgens de wet kunnen bereiken. Daar komt het busje. Dat kijkt er helemaal goed heen, hè? Wat zeg je? Ja. Ik ga naar huis met mijn advocaat contact opzoeken. Ja, ja. Want zij schenden mijn grondrechten hier. Ja. Je hebt getuigen in ieder geval. Wat zeg je? Je hebt getuigen.
Jullie bedoel net... je? Getuigen. Oh. Getuigen. Nou, van een dreigementenbrief in Christus. Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik heb het opgenomen. Oké. Ik ga naar huis, contact opnemen met de advocaat. En we zien elkaar in de rechtszaal. Oh nee, dat zeg ik tegen andere mensen. Nee, ik ga met mijn fiets naar huis. Nee, doe die fiets even vlot. Maakt het nou niet erger dan het is, maak je even fiets op vlot, u bent aangehouden. Jullie maken misbruik. Ja, kom. Zet de fiets op vlot. Als ik misbruik zou maken, dan zou ik weten hoe lang ik moet doen met een fietsketting in mijn hand. Nee, doet maar nou, ik zal het niet doen. Nee, doe je nou gewoon even een fiets op vlot, mag ik nou gewoon niet erger, dan willen wij ook niet. Wat erger? De antisemitische houding van de politie, die kan ik niet erger maken. Ja, zult u de fiets afvallen? Ik ga naar huis. Nee, u gaat niet naar huis, u bent aangehouden. Kunt u meewerken of niet? Eens kom ik hem uit. Finally! Schandelier gaat naar huis! Finally! Kom op, zeg, want het onzin. Wat erg, zeg. Het is echt heel erg. Nou, nazi's. Dat mag u niet zeggen, meneer. Heb ik ook niet gezegd. Ik hoor het toch, ik heb bestaan u te filmen. Wat zijn we als laatste? Deze meneer zit trouwens, deze meneer zijn nazi tegen hem. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zich niet gehouden aan wat hij tegen hem heeft gezegd en hij weet de consequenties. Als ik u nog één keer het woord hoor zeggen, wacht meneer, als u nog één keer het woord zegt wat u net zei, zit u binnen probleem. Ik ben Amsterdam. Ik ook meneer, ik ben in voorrecht getogen. Ja, waar? Hou die seks in de gaten van de verkeerde. Het is er wat, Anna. Wordt er eindelijk een keertje gehandhaafd. Oh, je weet het niet eens. Ja, ga toch weg, joh. Hé, maar ik hoorde wel dat je nazi tegen die smerige zei, hè? Ja. Er staat erop. Ik zal hem eventjes even laten zien. Hé, hey, hallo. Kom op, dat mag niet, hè? Dat weet je wel. Jacobs is voor veroordeeld. Meneer. Meneer. Die ene meneer zijn nazi tegen u. Ja, maar het was die andere. Ik heb het op film staan trouwens. Nee, maar goed zo. Ja, dank u wel. Nee, precies. Ik maak me niet druk hoor. Integendeel, ik wil juist... Nou, dan gaat hij dus weer. Eindelijk wordt er een keer gehandhaafd. Heerlijk. Ja, eindelijk wordt er gehandhaafd. Meen het? Ja. Er moet gehandhaafd worden, heel simpel. Wij komen niet bij hun. Zij moeten ook niet bij ons zitten te putten. Nee, dat heb ik al gezegd tegen sommigen. Die jongen die staat daar al, of het daar op de Leidse plein is, of noem maar wat. Die rat die komt er elke keer. Je hoort die jongen noodschreeuwen of dingen doen. Ja, als ze mensen iets vragen, dan krijgen ze antwoorden. Maar hij loopt hier altijd... Ja, het is een viezerik. Het is een rat eerste klas. Echt een smerig viezerik. Ja, maar ja goed, dat kan je weer niet doen. Want dan ga jij ervoor, weet je wel. Ja, heel goed, dankjewel. Maak je geen zorgen, ze komen wel naar je toe. Het filmpje dat je die agent nazi noemt. Ja, dat ga ik voor de rechtbank hard roepen, joh, dat het allemaal nazi's zijn. Dan sluiten ze maar voor ja, in de bank. Ja, nee, is helemaal goed. Ja, tegelijk heb je hebt toch niks aan je leven anders. He? Je hebt anders toch niks aan je leven. Ga lekker zitten. Gaat niet gebeuren hoor. Nee, wacht maar. Hey. Wat heeft hij gedaan? Oh, dan zijn we er ook.